Deze kost 42.000 euro. Zo, ja. Kan je onderhandelen? Je kan onderhandelen, ja. Als je van goede huizen komt. Handjeklap met kickboksen Nicky Holske. Van wereldkampioen naar autoverkoper. De Helmonder is al druk bezig met een leven na de topsport. Ik wil iets doen nog na het kickboksen, ook iets voor mijn kinderen opzetten. En ik heb hier een mooie ruimte en ben ik begonnen met elektrische en hybride auto's. Ja, ik woon nu 39 in december. Ik heb nog 5 partijen op contract staan. Die wil ik afmaken en dan denk ik dat ik de handdoek erin gooi. Om deze nieuwe onderneming voor elkaar te boksen, had Nicky wel wat hulp nodig. Mijn schoonvader heeft me overal mee geholpen, dat is zo fijn. Die weet precies wat ik allemaal aan moest vragen. En dit moet je zo doen, Nicky. En zo moet je een auto invoeren en dit moet je allemaal hebben. Je moet die RDW-erkenning krijgen, dat je een erkend bedrijf bent. Nou, alles is nou geregeld en ik kan hem daar niet genoeg voor bedanken. Dat is super fijn. Ja. Maar zegt de Helmonder, heeft hij met handelen geen moeite. In onze cultuur zijn het wel allemaal een beetje handelaren en venters en noem maar op. Dus wij weten ons mondje wel goed te gebruiken, zeg maar. En ook zijn vuisten weet Nicky nog goed te gebruiken. Hij heeft nog een paar laatste gevechten te gaan. Ik ben echt wat dat betreft heel competitief. Ik wil nog steeds wereldkampioen worden. Okay. Dus anders ga ik het niet doen. Ik doe het niet alleen voor het geld. Het geld is mooi meegenomen en dat heb je nodig. Maar ik ben wel iemand die echt puur gaat voor de winst.